Lieve jongens en meisjes, en uiteraard, we hebben hem gevonden. We mogen nu even bij Sinterklaas zijn. Sinterklaas, ik vind het zo lief van u dat wij even met u mogen komen praten. Nou, ik ben altijd blij als mensen met Sinterklaas willen praten. Dus ik vind het heel fijn om u wat te vertellen over hetgene wat we allemaal hebben meegemaakt. Ik en de Pieten en de mensen en de... Ja, het was heel erg spannend, hè? Ja, Americo. Ja, Americo. Want had ik het nou goed begrepen, u bent al op diverse plekken geweest, want de Pieten wisten niet dat hij weg was, hè? Nee, die hebben de stal open laten staan en dan is Americo heel snel met de voetjes, want dat paard springt op een dak. Ja. Die laat zich niet tegenhouden natuurlijk meer, hè? Nee, dat is helemaal duidelijk. En ja, toen hadden hun het hele goede idee om te gaan kijken of het met een konijn of een geit kon, maar dat kon natuurlijk niet, hè? Nee, maar de mensen van het dierenpark hebben zo fijn meegewerkt op zoek naar iets wat wel kon. Want ja, Americo, als die er niet zou zijn, moet ik wat anders hebben. Ja, dat klopt. En toen dacht u, we gaan hem met een motor proberen. We hebben de motor gehad. We hebben de fiets gehad. We hebben het dierenpark gehad. Ja, en toen dacht ik, ik ga mijn vriend de burgemeester vragen. Ja, ik moet zeggen, wat een slimme burgemeester. Want die komt met een heel goed idee, geloof ik. Ik weet het niet, hij kijkt alsof hij het weet, maar we moeten het even afwachten. En ook niet alle goede ideeën van de burgemeester werken altijd helemaal. Dus het blijft wel heel spannend wat we moeten doen. Ja. Want lieve kinderen, jullie gaan nu kijken naar deel 2. En daar zullen jullie zien wat onze slimme burgemeester bedacht heeft. Vorige keer hebben jullie kunnen zien dat Paardenpiet de stal heeft open laten staan en Americo verdwenen is. Ze zijn op zoek gegaan naar een ander vervoersmiddel, maar tot op heden zonder succes. Gelukkig heeft de burgemeester aangegeven nog een idee te hebben. Hopelijk is dit de oplossing. Sinterklaas, goed nieuws. Oh. Ik heb voor u gebeld, een paar mensen. Ja. En u vroeg een vervoersmiddel dat snel was. Ja. Waarmee u op het dak kon komen. Ja. Bij de schoorsteen. Bij de schoorsteen. Waar de pakjes mee vervoerd konden worden. En waar u ook de pietenhuis in kwijt zou kunnen. Ja, dat is niet te doen, hè? Dat is wel te doen. U weet, de burgemeester is ook de baas van de brandweer. Ja. En ik heb naar de brandweer gebeld. Och. En die zeggen, laat Sinterklaas maar eens langskomen. Dat is geweldig. Want wij hebben een hele grote brandweerauto. Met ladder. Waar we mee op het dak kunnen komen. Ja. Waar u heel snel mee bent. Waar een heleboel bakjes in passen. Waar ook die pieten nog ergens in passen. Schoorsteen is geen probleem. Lallig. En de kleur past bij iemand. Ik ben sprakeloos. Wij gaan het regelen, Sinterklaas. Mag dat echt? Het mag. Met de echte brandweer? Met de echte brandweer. Geweldig. Geweldig. Omdat u het bent, Sinterklaas. Dank u wel. Fijn dat ik het heb mogen voor u regelen. Geweldig dat u het geregeld hebt. Gauw mijn Pieter halen, heel gauw naar de Pieter, Jan.
Dag dan, juffrouw, het ziet er al heel goed uit, maar dat, ik ja. heb mijn pieten nodig. Ja, maar ze moeten echt nog heel goed oefenen hoor. Ik snap het, maar we moeten naar de brandweer. Ja! Yes! 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 Kom maar, pieten, kom maar. Yes! Goedemiddag Sinterklaas. Goedemiddag meneer de brandweer. Welkom op de brandweer. Dank u, dank u. De burgemeester had mij gebeld dat u eraan kwam. Oh, dat is fijn. Ja. U had een probleem, zei hij tegen mij. Dat klopt inderdaad, ja. Ja. Vertel. We zijn erover aan het denken, wat als Americo niet meer zo goed kan of een keer ziek wordt, hoe gaan we dan door het hele land heen? En dan hadden we van alles bedacht, maar we komen er niet goed uit. En dan hebben we de burgemeester om raad gevraagd en die zei dat alles wat je wilt, ga eens praten met de brandweer. Want we willen graag heel snel door het hele land kunnen. En we willen graag op de daken kunnen komen. En we willen graag bij de schoorstenen kunnen komen. Ja. En alle pieten moeten mee. Alle pieten. En alle pakjes moeten mee. Dat is veel, hè? Ja, is heel veel, ik weet het. Maar ja, Americo is niet voor niks Americo natuurlijk. Ja, 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 ja. Ik denk wel dat ik iets voor u heb, Sinterklaas. Echt waar? Ja. Oeh, ja. Dat zou wel mooi zijn. Kijk eens hier. Oh. Ja. Oh. Hij is snel. Hij is snel? Ja. Kan veel in. Kan veel in. Alle pieten kunnen erin. Ook nog. Een ladder voor op de schoorsteen te komen. Ma. Zou dat iets kunnen zijn voor u? Dat zou heel mooi. Pieter? Ja. Ja. Ja, dat is zeker goed kunnen. Ja. Probeer eens of de pieten erin kunnen. Pieter, dat gaan we proberen. Ja, kom. Sinterklaas, perfect. Dat is goed. Helemaal goed. Helemaal. Ja, Sinterklaas. Goed? Dankjewel. Goed. Oh, Sinterklaas. Ja. Probleem. Alarm. Yes, Pieter, we gaan blussen. Yeah. Yes. Misschien heb ik nog wel iets voor u. Ja? Dan lopen we heel even daar naartoe. Ik loop met u mee. Niks met dat u dit.
Nee, dat is heel jammer, maar dat laddertje gaan we niet halen. Komen we nooit op het dak. Ja, Sinterklaas, dan denk ik dat het bij de brandweer ophoudt. Meer kan ik u niet aanbieden. Oh. Helaas. Toch bedankt in ieder geval. Ja, en u alles. Heel veel succes met de verdere zoektocht. Dank u wel. Nu is er al heel paniek in de Pietenkamer. Nog niks vernomen van Amerika. Hoe gaat dit nog ooit goed komen? Nou, de brandweerwagen was ook niet zo'n goed idee. Jongens. Wat zijn we aan het doen? Wat zijn we nou toch aan het doen? Ja, maar Sinterklaas, we moeten toch een alternatief hebben voor als Amerika ziek wordt. Jongens, ga pakjes inpakken, ga pepernoten bakken. Amerika heeft ons toch nog nooit in de steek gelaten? Dat doet hij niet. Sinterklaas gebruikt Amerika al zo lang, dat komt helemaal goed. Maak jullie maar geen zorgen meer. Gaan we leuke dingen doen, want dit wordt het niet. Is dat goed? Ja, Sinterklaas. Goed zo. Nou, we hebben alles geprobeerd, maar niet echt een oplossing kunnen vinden. Dus ik ben bang dat ik het toch maar gewoon aan Sinterklaas moet gaan vertellen dat Amerika weg is. Kunnen we niks meer, Piet? Ik ben bang dat ik toch echt, ik ga hem toch maar vertellen. Ja, maar mijn helikopter dan? Oh, nee! Ja, binnen. Hallo, Pieter. Sinterklaas, wacht even op, Piet. Ik ben blij dat ik jou zie, Paardenpiet. Mm-hmm. Heb je nog naar het paardje gekeken? Want ik heb die natuurlijk in die andere stal laten zetten, hè? Dat weet je toch, hè? Oh, ja, tuurlijk, dat wist ik. Dat ja, was, ja, omdat die ene stal wat vies was, heb ik hem in die andere stal laten zetten. Ja, dat wist ik. Ga je dadelijk nog even naar hem kijken? Dan we zullen nu meteen gaan kijken. Nou, ik denk, moet je nog wat vragen of zo, hoor, Piet? Nee, geen problemen. Nee, niks. Aan de hand, hoor. We gaan kijken. Ja? Ja. Dag, Pieter. Draai nu maar een rondje en buig voor Sinterklaas. Schud
maar met je billen een zwaai naar Pieterbaas. Draai nu maar een rondje en buig voor Sinterklaas. Pepernoten samba, pepernotenlied. Pepernoten samba, zwarte Pieterbiet. Pepernoten samba, pepernotenbaas. Pepernoten samba, hit voor Sinterklaas. Zwarte Piet, wiede wiede wiet. Ik hoor je wel, maar ik zie je niet. Klop maar aan de deur bij mij, want dan word ik heel erg blij. Pepernoten samba, pepernotenlied. Pepernoten samba, zwarte Pieterbiet. Pepernoten samba, pepernotenbaas. Pepernoten samba, hit voor Sinterklaas. Pepernoten samba, pepernotenlied. Pepernoten samba, zwarte Pieterbiet. Pepernoten samba, pepernotenbaas. Pepernoten samba, hit voor Sinter, hit voor Sinter, hit voor Sinterklaas. Lieve jongens en meisjes, nou hebben jullie ook deel 2 gezien en nu gaan we Sinterklaas vragen wat hij wel en wat hij niet wist. Sinterklaas, nu hebben de kindjes alles gezien en wat een slim idee van die burgemeester, vertel! Ja, de burgemeester is natuurlijk de baas van de brandweer en die zegt de brandweerauto heeft een hoge ladder, kun je mee op het dak. Is groot, kunnen alle pietjes in, kunnen alle pakjes in. Eigenlijk is die ideaal, want hij is ook nog heel erg snel. Dus je kunt heel snel naar andere kindjes toe. Ja, dat was een heel goed idee, maar het werkte niet, hè? Nee, die tweede, want die moesten in een keer brandlarmen en dan moesten ze weg. En die tweede, de ladder veel te kort. Ja, daar komen ze nog niet eens bij het eerste raampje. Daar staan bij de schoorsteen. Dat ging niet lukken. Nee, dat was niet zo'n goed idee. En ik geloof dat de Pieten ook heel teleurgesteld waren, hè? Want die wilden heel graag die brandweerauto bij de stoere mannen. Ja, dat waren bijna stoere brandweerpieten, maar dat worden ze niet, hoor. Nee, het zijn gewoon de Pieten van Sinterklaas en dat blijven ze ook. En toen bleek dat u het paard gewoon in een andere stal heeft laten zetten. Ja, de Pietjes hadden nooit tegen Sinterklaas mogen jokken. En dat klopt, hè? Want dan gaat het mis. Als je niet zegt hoe het is en niet de waarheid spreekt, dan kom je in de problemen. Vroeg of laat komt het allemaal uit. En dat is dan ook gebleken. Hadden ze meteen gezegd, Sinterklaas, waar is Americo? Had ik gezegd, jongens, je moest even naar een andere stal. En dan hadden we dat hele heisa en dat hele gedoe niet nodig gehad. Nou, dus de Piet hebben daar een hele goede les van geleerd, hè? Niet jokken. Heb je ze ook gezien op het einde? Ze keken ook helemaal blij toen Sinterklaas zei dat het goed was. Ja, want toen waren ze aan het dansen met de pepernoten samba. Die was goed, hè? Ja, en daar kun je alle kinderen, als ze dat nog een keer kijken, kunnen ze ook leren om zo te dansen als de Pieten. Geweldig. Nou, we gaan het de kindjes vertellen. Ik zou zeggen, een hele fijne Sinterklaasdag en maak heel veel kindjes blij. Dat gaan we zeker doen, want dat is ons grootste plezier. Nou, dankjewel dat u het even willen vertellen, Sinterklaas. Graag gedaan, hoor. Graag gedaan. Lieve kinderen, wat was het weer spannend vandaag. Fijn dat Sinterklaas ons even nog uitgelegd heeft hoe het allemaal in elkaar zat. En wat we nu geleerd hebben is, we mogen allemaal niet jokken. Hele fijne Sinterklaasdag, heel veel plezier en tot volgend jaar.